Op de campus van de Universiteit Twente was dinsdagmiddag een wel heel bijzondere theatervoorstelling te zien. De bezoekers van de voorstelling konden plaatsnemen in het interieur van een luxe auto om de wereld eens heel anders te bekijken. We hebben elke week voorstellingen, maar ik probeer hier in de Vrijhof, maar ik probeer ook een beetje dingen op locatie af en toe te doen om een beetje de aandacht te trekken. En ik ga zelf ook graag naar straattheater, locatietheater. Ik ga ook altijd naar Festival Buitenkans en Oerol. En als ik daar leuke dingen tegenkom, dan schrijf ik die op een blaadje. En als er dan een gelegenheid is, dan boek ik dat soort dingen ook voor op de campus. En twee keer per jaar heeft de PANO hier organiseert een gezonde week voor medewerkers. Met als doel dat je af en toe ook even pauzeert tijdens het werken. Daar blijf je gezond bij. En toen dacht ik, dan kan ik deze korte voorstelling in deze periode halen. Van achter de lichtgetinte ruiten van een Volvo 740, een veilige cocon in een desolate parkeergarage, zag het publiek een vrouw alleen zitten. De betonnen omgeving veranderde tijdens de rit in een filmische dans. Het is voor medewerkers en voor studenten. Normaal, ik programmeer altijd voor medewerkers en studenten. En dit was de aanleiding, maar het is niet zo dat ik alleen maar medewerkers naar binnen ga laten. Het is natuurlijk hartstikke leuk als studenten ook komen. Gewoon allebei, we zijn voor allebei. In groepjes van vier werd het publiek naar de speellocatie gebracht. Alles gebeurde in 2 uur tijd. De happening werd uitgevoerd door theatergroep Vloeistof.